Lelystad heeft een nieuwe huiskamer. Althans, dat is de bedoeling van Peter Roosendaal. In de Gordiaan opende afgelopen weekend een nieuwe plek de deuren binnenin. En we hebben de initiatiefnemer, daar hebben we nu contact mee, Peter Roosendaal. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, hallo, ja, een huiskamer heeft uiteraard koffie, maar wat vind ik er nog meer? We zijn met een paar partners gaan samenwerken. En het belangrijkste is dat de boekhandel De Fakkel hier zit. Met prachtige stellingen vol geschenken en boeken. En de Wereldwinkel is hier neergestreken. Met zijn producten over heel de wereld eigenlijk. En dat opent de huiskamer een ver wijds gezicht. En verder doet de Groene Sluis mee. Dat betekent dat alle mooie spullen van de Groene Sluis hier staan. En die zijn ook te koop. Dus de stoel waarop ik nu zit, dat ding is te koop. Ja. Nou ja. Ja, dus je moet hopen dat je er tijdens dit gesprek op mag blijven zitten. Dat er niet een klant voorbij komt. Ik hoop dat ik geluk heb en dat hij niet onder mijn kont vandaag is. Och. Ja, want Peter, wat is nou dat gevoel van die huiskamer? Wat willen jullie bereiken? Ja, wij vinden het heel belangrijk. Toen ik een jaar geleden hier door het centrum liep, toen dacht ik, waar wil ik nou gewoon zijn zonder dat ik iets moet? Dat ik iets moet kopen of dat ik ergens aan een abonnement vastkom te zitten. Of dat ik gewoon even iemand kan spreken op een neutrale plek. Misschien zelfs zonder dat ik koffie wil drinken. En toen verlangde ik gewoon naar een huiskamer waar ik neer mag ploffen. Waar het niet per se een inloophuis is omdat ik een probleem heb of zo. Hè? Maar gewoon omdat ik daar gezellig kan gaan zitten, iemand kan spreken zonder meer. Ja, want jij bent dominee, hè? Ja, dat klopt. Ja, in Lelystad. Ja, in het Anker in Lelystad. Ja. Want je zou ook kunnen zeggen, dan doe ik het in het Anker. Ja, dat klopt. Alleen, wij weten uit Engels onderzoek dat 70% van de mensen niet van plan is om ooit een kerk binnen te stappen. Ze hebben er niks op tegen, maar ze zijn het gewoon niet van plan om er binnen te stappen. Dus ik kan daar wel gaan zitten, maar dan is het preaching to the converted. Hè? Dan ontmoet ik allemaal mensen die ik al ken, of die de weg naar de kerk kennen, of die er vlak naast wonen. Terwijl, ja, ik wil gewoon mensen ontmoeten die midden in het leven staan en die gewoon hier voorbij komen, aan het shoppen zijn of andere redenen hebben. En die wil ik hier ontmoeten. Maar dat betekent dat mensen dus daar komen zitten om wat te drinken of niet, want dat hoeft dus niet. En dat jij ineens aan hun tafel verschijnt. Ja, dat kan. Maar ik ben heel vriendelijk, hè. Ik ben niet bedreigend. Ik kom geen abonnement verkopen en ik kom je ook niet bekeren. Er is geen verplichting. Bovendien zijn er veel meer zielzorgers dan ik alleen. Mensen uit alle hoeken en gaten van de Lelystadse samenleving die iets hebben met ontmoeten, met mensen spreken, met mensen omgaan. Die gebruiken binnenin straks. En dat is geweldig. Ja, jullie zitten aan de Neringpassage in de Gordiaan. Het oude pand van M&S-mode. Hoe gaat dat nou? Want binnenin krijgt geen subsidie, is ook geen commerciële organisatie. Nee. Hoe doen jullie dat? Nee, ja, knap hè? Moet ik het geheim van Smit echt vertellen? Ja, ik denk dat iedereen dat wil weten hoor. Ja. Nou, wij zijn met die vijf partners, zijn wij. En een jaar geleden was er een vastgoedhandelaar die wilde heel graag de M&S-mode kopen in Veenendaal. Mooi pand. En eerlijk, Lelystad was aan de straatstenen het kwijt te raken. Dus M&S-mode zei tegen hem, jij mag Veenendaal kopen, maar je neemt Lelystad erbij. Dus toen belde die man mij en hij zegt, als jij een goed plan hebt, dan zorg ik voor een goede prijs. Dus we hebben niet te veel betaald. En een heleboel mensen hebben hier aan meegewerkt dat dit hier kon gebeuren. Dus het pand is van onszelf. Daar zijn we heel blij mee. Ja, nou is het dus een plek van ontmoeting straks binnenin waar je het gesprek aangaat. Waarom is dat zo belangrijk om dat gesprek aan te gaan? Ik denk dat het goed is dat wij uit onze eigen bubbel komen. Heel gemakkelijk, ook dat blijkt uit onderzoek, hè, verdwijnen wij in de social media en zo. Tussen allemaal mensen die hetzelfde zeggen, denken als wij zelf. En het heerlijke is dat de plek van binnenin, waar iedereen binnen kan komen stappen, dat is een plek waar je je bubbel kunt laten openbreken. Dus je kunt met mensen in gesprek die heel anders denken dan jij. En dat gaan we niet alleen aan het toeval overlaten. We hebben hier straks ook allerlei initiatieven, open tafels, waar je aan kunt schuiven. Ik ga je een voorbeeld noemen. We hebben hier een hele grote mooie tafel, zo'n beetje in het midden hier zo. En in het centrum werken allemaal mensen. Nou, binnenkort, over een week of drie, kun jij hier het broodje serieus eten. Je neemt gewoon je eigen broodtrommeltje mee, want die had je toch al bij je. Je krijgt van ons een goed kop koffie erbij. En dan kunnen we een mooi gesprek samen aan over een vast thema. Gewoon maatschappelijk, of wat de politiek in Lelystad speelt. Of
Nou, tijdens de lunch heb je dat gesprek en word je even geconfronteerd met iemand die tegenover je zit, die totaal anders denkt dan jij, en je ontdekt dat het toch niet zo heel gek is en dat de wereld groter is dan die van jou. Heerlijk. Nou, zijn die zaterdag open gegaan? Heb je nou eigenlijk al wat soort mooie gesprekken zien ontstaan? Ja, zeker. Ja, het is echt heel erg druk geweest. Ook op dit moment zit het weer half vol. Zijn er allerlei mensen die aanhaken, met elkaar spreken. En het zijn ook mensen die behoefte hebben aan ontmoeting. Dus het is gewoon interactie. Ja, en dat allemaal. De ruimte leent zich daar ook voor. Ja, want alles kan wel op 1,5 meter, toch? Ja, met gemak. We hebben hier een looproute. En de tafeltjes zijn ook zo gerangschikt dat vrij gemakkelijk kan. Dus een veilige plek. En het mooie is, als je een restaurant binnenstapt, dan zit je gewoon aan dat tafeltje. En het is eigenlijk heel raar en ongemakkelijk om te gaan lopen. Als je gaat lopen, denk je, oh, die moet naar de wc. Terwijl hier, door die shopstructuur, loop je er eigenlijk vrij gemakkelijk, onopvallend doorheen. En kun je iemand vrij gemakkelijk aanspreken. Ja. Nou, binnenkort dus Broodje Serieus, waar je met je eigen broodtrommeltje aan kan schuiven om over mooie dingen te praten. Ja. Wat hebben jullie nog meer op de agenda? Nou, bijvoorbeeld een rouwverwerkingsgroep, Doodgewoon. Ik vind het heel leuk dat er iemand was die ons belde en zei, ik wil zo graag vanuit mijn professie, dat doe ik verder voor niks, maar wil ik mensen uitnodigen om te praten over rouw. Als ze verdriet hebben, dat ze met een kopje koffie aan kunnen schuiven en dat we daar eens over praten. Op zondagmiddag hebben we Inside Out, dubbel N hè, van Herberg, Inside Out. En dan is er een open tafel om over een thema van geloof te spreken. En is het nou voor mensen uit Lelystad specifiek of is iedereen welkom? Nou, natuurlijk, iedereen is welkom. Maar we hopen wel dat we het verschil kunnen maken hier in de stad. En met verschil bedoel ik dat mensen weer een reden moeten hebben om naar het centrum te komen. Dat we niet verkocht worden aan de grote winkelketens die naar de cijfers kijken en zeggen, nou ja, weet je, Lelystad levert niet voldoende op, we halen ons pand weer weg. Maar dat er steeds meer ambachten en lokale ondernemers ook zin in hebben om hier te beginnen. En gewoon hun bijdrage leveren aan een lichte en wervelende stad. Peter Roosendaal, heel erg bedankt. Peter Roosendaal van binnen in Lelystad. Nou, en wil je er nou langslopen, dan kan dat. Dat is dus in de Neringpassage in de Gordiaan. En ze zitten dus in het oude pand van M&S Mode.